Goedemorgen VJ Squad. Het is vrijdagochtend. Het is de dag dat ik weer een dag moet gaan werken. We hebben 2 weken, 1,5 week vrij gehad. En vandaag is het weer zover. Ik moet weer aan de slag. Ik moet weer aan de bak. Mijn handen zijn kapot. Ik kijk er niet naar uit. Want mijn tasje vol met schone handdoekjes ligt hier. Ik ga lekker de praktijk in. Ik ga lekker aan het werk. En dan hopelijk ergens rond de einde middag kan ik nog helpen richting mijn huis. En dan kan ik nog helpen misschien 1 ding doen. Wat niet al te veel kracht gaat kosten. Dat is eigenlijk waar ik naar op zoek ben. Een taak die niet veel kracht gaat kosten. Jongens, ik zie jullie aan het eind van de dag. Sorry, ik kan jullie niet meenemen tijdens de vloggen. Tijdens het werk. Dat gaat gewoon niet. Maar misschien tussendoor een verslag uitbrengen. Ik laat het jullie weten. VJ Squad, zie jullie einde middag. We zitten weer in de auto. Het is einde werkdag. En er is 1 ding waar ik zin in heb. En dat is godverdomme wat lekkers eten, man. Ik heb trek in iets lekkers. Ik heb trek in snaai. Is dat erg? Misschien is dat normaal na een werkdag. I don't know. Nee, ik heb wel honger. Ik ga in ieder geval nu even richting het ouderlijk huis. Heel even snel een snackje halen of zo. Of wat eten halen. Ik moet even een aantal shit moet ik even halen. Voor de verbouwing wat we nodig hebben. Want we hebben daar allerlei dingen opgeslagen en zo. Dus even snel erheen rijden. Even spullen halen. Dan vervolgens naar ons huis. En dan denk ik gewoon nog even kleine 2 uurtjes verbouwen of zo. Zoiets, kleine 2 uurtjes nog even dingen doen in de verbouwing. Hopelijk de koof even afmaken. Ik wil eigenlijk gewoon die gips laten tegen het plafond aan jekkeren. Dan is al het stukwerk of potentieel stukwerk is gedaan. Vanavond komt er dan iemand langs. Die komt even een buitenkraantje installeren. Die vraag ik ook even of hij even wat gaten wil invrezen. Dat we alle bekabeling van de boxes en zo mooi kunnen wegwerken in de muren. En dan denk ik dat ik het wel mooi vind voor vandaag. Het was een lange dag. Het was een goede dag. Het was een positieve dag. Maar ik ben toe aan wat eten. Ik ben toe aan wat lekkers. En dan gaan we daarna, boys and girls, gaan we, I don't know, nog even wat shit fixen. En dan gaan we lekker avondeten. En dan ga ik lekker een livestream eruit gooien. Ik hoop jullie allemaal lekker te zien zo op dit tijdens livestream. Is ook belangrijk, hè? Niet alleen vlogs kijken. Ook even livestreampjes supporten, boys and girls. VJ Squad, ik zie jullie vanavond. We zijn op de zolder. Egaliseren is allemaal egalisatie mortel, weet ik van wie dat noemt. Egalisatie shit is allemaal opgedroogd. Nu zijn we voor de moeilijke keuze. Niet de moeilijke keuze, we hebben hem al gemaakt. Maar leggen we hem recht toe recht aan of leggen we hem visgraat, zeg maar. Hij wil het recht toe recht aan omdat het makkelijker is en het scheelt tijd. En minder afsnijverlies denk ik. Dus dat is eigenlijk meer de reden. We hebben berekend dat we het recht toe recht aan leggen. Ik denk dat we daarom minder wegsnijden, want hier snij je heel veel halfjes weg en zo. En ook een schuin, dus dat kan je ook niet even hergebruiken. Oftewel, dit wordt de keuze, maar de PVC plakt niet. Oftewel, we moeten heel even naar de karwei of weet ik veel. En dan moeten we heel even lijm kopen, want we moeten het gaan lijmen. Wist ik niet van tevoren, ik dacht plak PVC, dat zal vast wel met een stickerlaag zijn. Is het dus niet. Oftewel, we mogen ook even gaan lijmen. Vandaag dit dingetje even afmaken, zoldertje? Ik hoop het. Ik hoop het ook, anders word ik helemaal laap. Oké, okay, wij gaan even snel naar de kawaii. Nemen we hun mee? Nemen jullie mee? Nee, ik ga nu niet op deze manier lopen door de kawaii. Ga ik niet doen, dus ik zie jullie zo meteen thuis met, als het goed is, in dezelfde kamer met lijm. Oké, okay, adieu. Mijn huis stort in, jongens. Er is een deur met iemand beneden. Ik zit boven heel zielig in mijn hoekje. Maar op dit moment is een maatje beneden heel even de buitenkraan aan het installeren. Ik weet niet of jullie het horen, maar er is iemand beneden een buitenkraan aan het installeren. We zijn niet heel ver gekomen met het leggen van de vloer, dat kan je laten zien.
Ik weet het, het ziet er heel random uit. We hebben het alleen even neergelegd. We zijn op dit moment niet echt bezig met het leggen van de vloer. We waren even bezig beneden met die buizen installeren voor onze afzuiging, et cetera. Moest even gaan worden bij Kawaii. Dus er waren een aantal tussenklusjes. We moesten even eten halen, hebben net gegeten. Deze gozer die komt heel even een buitenkraantje installeren. Dus die is een gat boren. We hebben even gekeken of dit allemaal past en zo. En op dit moment, volgens mij, kunnen we met de PVC-vloeren gaan leggen. Ga ik vandaag nog niet doen, want het is volgens mij 7:15 of zo nu. Dus ik wacht even tot hij klaar is. En dan ga ik richting huis en dan knal ik er nog even een avondstream erheen. Normaal ben ik altijd rond 7:30 live. Ja, het loopt allemaal wat uit, oké? Okay? Dus sorry dat ik wat laat ben, maar dan weten jullie waarom. Er is iemand als een jekko op mijn benedenmuur aan het mollen. Dus tot zometeen. De vlog is klaar. Ik ga niks meer doen in het huis. Het is mooi geweest. Dames en heren, jongens en meisjes. Wel, trusten. Een keer weer wat anders. Niet. Maar, we zijn er nog steeds. Hij is gedicht. We hebben een buitenkraantje. Het werkt allemaal. Het ziet er fucking picobello uit. De avondstream is vernietigd. De avondstream is gone. Het was al fucking 9:30 of zo. 9:00. Nou, hoe laat is het nu? 9:30 of zo. Dus we dachten, avondstream gaan we toch niet meer worden. Weet je wat? Laten we dan maar een goede reden geven waarom er geen avondstream is. We gaan wel even nog wat klussen. Weet je, het is toch avond. Er gaat toch niks meer gebeuren op Twitch. Laten we nu maar gewoon helpen nog vlammen. Dan gaan we nu nog even de gipsplaten daarvan fixen. Grotendeels. En dan hebben we in ieder geval een functionele avond gehad. Dan hebben we niet een soort van avond vergooid met niks. Dus dat is wat we gaan doen. Jullie dachten, wat, einde stream, maar hij doet nog 2 minuten de stream. Hij doet nog de YouTube video, wat, 2 minuten, hoe kan dat? Nu snappen jullie waarom. Het is helemaal nog geen einde, want we gaan gewoon even klussen om 9:45. Waarom nog niet? Dus, geniet ervan. Hier gaat het gebeuren. Enjoy the timelapse. Jullie zagen in de vlogje hier dingetje opgehangen, dingetjes doorgetrokken, kleine stroompuntjes. Hier ligt de resterende ding, maar dat is het einde wat daar is. Moeten we dan nog helemaal vol gooien. We hebben de puffer niet meer voor. Het is 9:45, mooi geweest, mooie avond geweest, mooie dag geweest. Ik ga er vandoor, ik ga lekker in mijn bedje even chillen. En ik hoop jullie, weet ik veel, ik zeg elke dag te zien in de stream of te zien weer in de vlog. Ik weet niet. Stuur even een leuk berichtje, een lief berichtje. We knallen als een maloot. De waardering ervaar ik, geloof me. Ik ga lekker slapen. Tot morgen. Wow! Goedemorgen VJ Squad. Goedemorgen VJ Nation. Floreer Nation.
We zitten weer in de auto. We hebben een kleine verjaardag om mee te beginnen. We hebben lekker uitgeslapen vandaag. Daarom ook de blije Jaapie. We zijn lekker uitgeslapen. We gaan nu even naar mijn schoonzus. We hebben een verjaardag van de RPG Bros, zijn verloofde. En dan een klein taartje eten. Vervolgens is de Wiede weer naar ons huisie. En dan even shit fixen nog. Want we waren gisteren. Hadden we echt de energie niet meer voor om echt überhaupt dingen te doen. We hebben voor mij één gipsplaatje opgehangen in de avond. En toen vonden we het wel mooi geweest. Dus we gaan vandaag even verder met de koof afmaken. Kijken of we dat in ieder geval kunnen afmaken. En dan hebben we vanavond nog een hele kleine verjaardag van de opa van Lisette. Dus dan moeten we dat even doen. En daarna gaan we niet meer naar ons huis. Is het klaar? Zaterdag een korte klusdag. Maar we gaan wel even lekker vanavond streamen. Dus daar kijken we al naar uit. We hebben drie dagen zijn we niet online geweest op Twitch. Er moet gewoon shit gefixt worden. Dus, mogelijk een korte stream vandaag. Een korte vlog vandaag. Want we doen maar heel weinig in de woning. Daarnaast, ik probeer jullie wel hier en daar heel veel mee te nemen in het dagelijks leven. Maar ik weet niet hoeveel ik echt ga filmen. Maar, dat was het. Ik zie jullie in onze woning. Want de verjaardag gaan we niet filmen. In verband met de privacy van de familie. Dus, we zien jullie zo. We zijn er weer. Back home. Bigas, back home. Oftewel, tijd om wat werk te gaan verzetten. Alles ligt nog zoals gisteren. Alles staat nog helemaal klaar om opgehangen te worden. Gipsplaatjes tijd. Happakee, hele koof. Bam. En we fixen die shit. Hij gaat erop hangen. Zometeen komt Maampie even langs. Die gaat me even helpen met dingetjes vasthouden en doen. Lisette die gaat ook even helpen. En we gaan die shit even op het plafond hangen. Als dit klaar is, pap, 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 gaatjes boren. Alle gaatjes die we hebben geboord, overigens. Ik ga je het laten zien. Maar kijk, al deze gaatjes, waar de lampjes al uithangen, kwamen we gisteren achter. We hadden een 6,5 centimeter diametertje hadden we uitgezaagd. Dat was de grootste die we hadden. En in principe zou dat genoeg moeten zijn voor de spotjes, voor het armatuurtje. Is dus niet zo. We kwamen erachter dat het dus niet past. Oftewel, we moeten even die shit opnieuw doen. Oftewel, hij moet iets groter. En daar hebben we zojuist... Waar heb je die shit gelegd? Daar hebben we zojuist iets voor gekocht. We hebben nu een diametertje van 74 en 67. Oftewel, eerst even 67 inboren. Kijken of het werkt. Als het dan werkt, prima, fijn en dine. Laat het lekker zo zitten. Als het niet werkt, houdt het dus in dat we die van 74 in moeten gooien. En dat is sowieso genoeg. Dus we gaan even koffie maken. We gaan even armatuurtje boren. En hopelijk is het dan in ieder geval de grote gedeelte zijn dan weer gedaan. Klein beetje nemen we jullie mee. Maar vanochtend hadden we natuurlijk een verjaardagsdag. Ja, weet je, ik vind het nog steeds een beetje raar om dit te gaan doen tijdens een verjaardag of zo. Dus dat gaan we nog niet doen. Maar wel met de verbouwing. Daar kunnen jullie gewoon gezellig bij zijn. En dan maken jullie deel uit van de VJ Squad, de VJ Fam. Oké. Wij gaan dus even deze shit fixen. Ik regel even dat jullie mee kunnen kijken. En dan zie ik jullie zo meteen. Hartstikke idee, helemaal klaar het hoekje, gevuld, alleen nog even dat kleine randje moeten we doen en we moeten die hele volbak moeten we wel nog monteren. Maar in principe alle lampjes hangen, alle verbindingen zijn gemaakt, dus morgen eigenlijk alleen nog even twee stukken gips laten, want ze liggen hier al wel klaar, maar we moeten nu naar de verjaardag van de opa van Lisette. Dus nog twee grote latten aan gips laten ophangen hier. En in principe zijn we dan gewoon klaar. En dan kan het stukje doorkomen wat ons betreft. Dus, morgen is zondag. Gaan we dan wat doen? Ja. Morgen gaan we dit even afmaken op de zondag.
Het is waarschijnlijk een heel korte vlog geworden, omdat we gewoon verjaardag shit hebben. En vanavond de stream, dus vanavond gaan we ook hier niet meer klussen. Nou, vanavond wel een leuke stream op Twitch. Dus op het moment dat je toch een klein beetje VJ wil, je kan me live ervaren op twitch.tv/vluggejapie. Zie jullie daar. Oh nee, wacht, dat is al gisteravond geworden. Ah, ga er nou man, ik zie jullie wel. Fijn weekend in ieder geval.